There's a place I go to, but no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. Arnhem, hoofdstad van Gelderland. Een stad die leeft, bruist en waar mensen in beweging zijn. Ik ben benieuwd waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Waar gaat u naartoe? Everybody got the reason, everybody got the way. We can tell each other secrets and remember how to love. Goedemiddag. Goedemiddag. U ziet er zo mooi uit in het pak. Bent u? Waar gaat u naartoe? Ik ga naar mijn oom toe. Ja, en daarna naar huis toe. Komt denk ik van de opleiding net, of niet? Ja, ik kom van school af. En wat doe je voor opleiding? Ik doe de beveiligingsopleiding op het Rijnezel. Dat is hier achter bij Prezikhaven? Ja. En hoe lang doe je de opleiding? Ik ben er pas mee begonnen. Ik zit er net misschien een maandje op. En dan krijg je ook gelijk zo'n kostuum? Ja. Die moeten we bestellen. En zonder kostuum mogen we... Zonder uniform mogen geen we geen opleiding volgen. Nee. Hey, en wat kun je uiteindelijk worden? Ja, beveiligen. Maar ja, beveiligen. Waar zie ik je dan uiteindelijk terug? Ik zou het nog niet weten. Dus wat trekt je eraan aan? Wat mij aantrekt? Ja, wat vind je er leuk aan? Ik vind de activiteiten die we doen, sporten. En meestal gaan we ook bijvoorbeeld met de klas ergens heen of iets. Ja. Heb je al stage gelopen? Ik moet nog stage gaan zoeken. En dan als ik het vind... Maar kom je dan zeg maar bij een winkelcentrum te werken of dat kan? Een gebouwbeveiliger? Als ik mijn opleiding heb afgemaakt, dan kan ik misschien wel bijvoorbeeld bij het winkelcentrum thuis, bij de overheid? Gaan werken. Juist. Ja. Hey, ben je een Arnhemse jongen? Een Arnhemse jongen? Arnhemse? Jawel, ik ben hier in Arnhem geboren, ja. Ja? En je ouders? Niet. Waar komen die vandaan oorspronkelijk? Ik kom uit een ander land. Een ander land? Welk land? Ja, uit Turkije. Allebei? Ja. En zijn al langer in Nederland komen te wonen? Jawel. Mag je trots op zijn? Ja, zeker. Waarom niet toch? En ben je wel blij dat de burgemeester Marcouch, de burgemeester, niet? Ja, die komt uit Marokko. Ik zou het niet weten. Volg je dat niet? Ik heb daar niet veel mee te maken. Heb je het naar je zin? Ja, ik heb het zeker naar mijn zin. Want je woont nog thuis, denk ik? Ja, waarom niet? Ja, want jij bent hoe oud nu? Ik ben nu 16. Oké, mag je nog niet met je rijbewijs beginnen? Nou, ik ben er wel bezig mee. Ja? Ik ben er wel bezig mee. En spaar je daar zelf voor of krijg je dat... Liefst krijg ik het. Maar natuurlijk. Ja, ik heb ook geen moeite mee als ik ervoor moet sparen, weet je. Hey, en ik zag je zo mooi aankomen lopen, want ik zie je ook wel als modeman of zo. Modeman? Ja. Ja, zou je niet ontdekt worden? Misschien word je wel ontdekt. Kan ook zomaar gebeuren, weet je, uit niks. Heb je bepaalde plannen of niet? Bepaalde plannen... Voor je toekomst, wat wil je? Ik wil later mooi huis, mooie auto. Ook natuurlijk. Geluk, hè? Ja, maar ja, moet allemaal wel komen. Heb je al een vriendinnetje? Nee, doe ik niet aan. Nee? Nee, ook niet aan jongens, hoor. Nee, dat maakt ook niet uit. Ja. Maar je bent gewoon rustig nog, gewoon lekker... Ga je wel uit? Nee, ook niet. Ik hou daar ook niet van. Nee? Ik hou liever met mijn vrienden FIFA spelen, weet je wel. Een beetje chillen thuis bij iemand of juist. Zo. Ja. Uh-huh. Maar goed, je bent nou 16. Ja. Ja, je hebt nog een heel leven voor je. Ja, klopt. Ik moet nog alles meemaken. Hey, en je komt nou van school lopen en je loopt naar je oom toe. Ja, hij woont hier toch dichtbij. Ga je bezoeken of zo? Of? Ja, even langs gaan. Of misschien langs mijn oma, weet je wel. En dan moet je daarna terug weer naar huis? Ja, terug naar huis. En dat is wel in Arnhem? Dat is een Zuid. Oh, Zuid. En dan moet je wel met de bus? Ja, waarom niet? Mm-hmm. Want je hebt een overjaarkaart dan? Of hoe werkt het? Nee, student? Ja. Student-OV. Heb je al? Ja, die heb ik al. Mm-hmm. Want dit is het eerste jaar dat je studeert? Ja. Tenminste, je had al op school gezeten, maar... Ja, klopt. Andere wereld? Op de middelbare had ik gezeten. Ja, andere wereld? Ja, het is wel anders, hè. Alles is anders. Maar ja, je moet wel van alles wat meekrijgen. Anders leer je er niks van. Je bent een verstandige jongen. Vindt u? Ja. Heb ik een mooie erin zitten. Waar komt die vandaan, man? Die komt uit mezelf. Mooi. Het gaat je goed. Ik wens je hele mooie... Goed aan je oom. Ja. Ik ken hem nog niet. Of mag ik nog een paar shout-outs doen? Wat wil je doen? Shout-outs. Help even, wat betekent dat? Dat betekent bijvoorbeeld... groetjes naar die en die. Jij mag dat doen. Ja, doe hierbij een shout-out naar Brian, shout-out naar Marciano, shout-out naar Jurian. Mooi. Ik wens je een mooie middag. Fijne dag. En een fijn weekend. Ja, succes, hè? Fijn. Hoi, tot ziens. Goedemiddag, meneer. Goedemiddag. Ja, u zit zo te glimlachen en u stond. Ja. En u zei net al, ik moet ik naar Velp. Ik moet er echt op lachen, hoor. Ik moet naar Velp, toen zei u. Waar gaat u naartoe? Naar huis, zei u. Ja. En huis is Velp. Eens Velp.
En toen zei ik eigenlijk van, bent u in Arnhem? Maar toen zei hij, nee, ik woon hier nog niet zo lang. Want u kent het programma ook niet, hè? Nee. Nou, kan ook niet iedereen het kennen, maar... Maar nou, u komt dus niet hier vandaan? Nee, ik woon hier nog maar zeer kort. En, half jaar. En bent u voor een bepaalde reden verhuisd? Jawel. Kunt u er iets over zeggen? Ja, dat is een heel lang verhaal. Nou, we gaan zo de bus in. Ja, maar, dat is een verhaal van... alleen komen te staan, achteruitgang van mijn conditie. Bent u bij kinderen in de buurt gaan wonen of zo? Wat dichterbij, want ik woonde wel heel erg ver van ze vandaan. Waar kwam u vandaan? Uit Buil. Buil? Buil. Dat ligt in Nederland? Ja. Nou, ik was vroeger niet zo goed in aardrijkskunde. Buil is B... U-I-L. Nou, dat zou je het moeten uitspreken, ja. Maar je schrijft Boyle. Moeten we deze bus hebben? Nee, één. Oh ja. Boyle. B-O, lange ja. I-L. Het gaat me nog niet dagen waar het ligt. Steenwijk. Oh, dat ja. En daar... 20 kilometer ten noorden van Steenwijk. En dat is de provincie? Het ligt net op de grens met Friesland. Het is net Friesland. Friesland, hè? Bent u ook een Fries? Nee. Maar dat is daar ook niet Fries. Nee, het is, ja... Het is Stellingwerf. Maar hoe, daar bent u ook niet geboren, of wel? Nee. Het wordt steeds interessant. Zullen we toch eens beginnen waar je geboren bent? Oh, dat is een heel lang geleden. Oh, ja. Nou, dat is 80 jaar geleden. Bent u al 80? 85. Meent u niet? Ja. Maar dan mag die conditie ook wel wat achteruit gaan. Ja. Want u bent dus van 33. 32. 32 zelfs. U wordt nog... Ik moet nog 86 worden. Bevalt het goed te vellen? Nou ja, tot nu toe nog wel. Het is een gezellig. Nou, ik ga er graag winkelen ook. Ja. Tom, je hebt van alles te halen. Ja. Maar ik heb daar dus een eigen appartement. Maar er zit wel een verzorging. Die kunt u gebruik van maken. Daar kan ik gebruik van maken. Ook qua koken en zo, het eten. Nou, dat kookt altijd zelf. Ja, maar nu? Altijd. Ja. Uw vrouw is er niet meer, helaas? Nee. Ja. Ben je lang getrouwd geweest? Zeg u? Lang getrouwd geweest? 55 jaar. Ja, dat lijkt me ook. Ik ben al ook heel lang samen met mijn vrouw. 34 jaar al, vind ik ook best lang. Maar we zijn natuurlijk nog jong. Maar ja. Op een gegeven moment, dat lijkt me wel. Je kunt niet samen. Je weet nooit hoe dat gaat, natuurlijk. Hè? Nou ja. De een is natuurlijk wat slechter soms dan de ander. Of... Jawel, maar goed. Dus het is de laatste jaren. Was het met mevrouw zo slecht. Ze heeft ook mantelzorg, heeft ook voor gezorgd voor haar. Jawel, maar dat bedoel, was geen punt. We moeten erin. We gaan erin. Ik hoop dat ze ons meenemen. Maar hoe lang bent u al zonder vrouw? Ja, bijna vier. Dit was drie jaar. Meer dan drie jaar. Ja, en dat werd nooit, denk ik. Ja en nee. Mijn vrouw was heel erg ziek. Dat zei je net. Heel erg. Ja. En die liep echt op de laatste benen. Met heel veel pijn. Heel veel andere. Hoe oud is ze mogen worden? Nog net geen 80. Oh, nou, dat is op zich wel een mooie leeftijd. Ja. U heeft kinderen, zei u? Ja. Hoeveel? Drie. En die wonen ook een beetje overal nergens? Ja, die wonen ook overal. Maar die hebben ook gezinnetjes waarschijnlijk? Ja. Nou, er is er één dochter, die heeft daar hebben twee kleinkinderen, de andere hebben geen kinderen. Oké. Ja. Maar ziet u zoveel? Nou ja. Ze hebben een eigen leven. Ja, die hebben ook een eigen leven. Ja. En druk. Ja, nee, ik denk dat de twee kleinkinderen wel een leuke opa hebben. Ja, maar die wonen hier in Arnhem. Ik zie ze nooit. Ja, wel contact. En, maar ja, ja, dat is met kinderen natuurlijk. Op een gegeven moment gaan ze uitvliegen. En dan... Ja, en ik wil ook geen beslag op ze leggen. En dat moet je niet doen. Nee, maar zou u geen, als er echt hulp nodig was, zou u dat dan ook niet vragen? Oh, jawel. Ja, dat wel. Maar je wil ook geen beslag leggen. Ja. Maar ik wil niet echt een beslag. Nee. Zo, want je hebt al van die families
Nou, en die staan erop dat je minstens... Ja, 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 dat zoekt u niet. Nee, dat hebben we nooit gedaan. Maar zoals met de feestdagen, met kerst en zo. Nieuwjaar, oudjaar. Ja, nou ja, verjaardagen. Maar met feestdagen, hoe... Nou, minder, veel minder. Het kwam bijna niet voor, want dan hadden ze weer andere afspraken. En dan... Maar wat doet u dan? Bent u dan ook alleen? Ja. Maakt dat dan uit als het kerst is? Ik ben nooit zo'n feestachtig, daar hoor ik helemaal niet van. Nee, nee, maar je kunt zichzelf ook wel van maken dan. Oh, ik kan me zelf heel goed van maken. Je straalt nog wel. Ja. Maar goed, het is wel natuurlijk leuk als je niet helemaal hele dagen alleen zit. Ja, maar daar kan ik ook tegen. Dit is de Wilhelminastraat, hè? Ja. We moeten... Gaat het? Nou, we moeten even wachten. Ja. Stappen ook even uit. Goed tegen. Dat is niet zo van... Nee, je kunt je voelen eenzaam voelen en je kunt eenzaam zijn natuurlijk. Ik voel me niet. Nee. Nee. Nou, misschien kunnen de jeugd nog wat leren. Ja, ook. Je weet wel zeker? Nou, maar ze zaten bijvoorbeeld bij die jongens die waren met het natuurmonument. En dan hadden ze, ja, kan we nog wat natuurmonument? Daar ben ik al meer dan 50 jaar lid van. En om dat nog vrijwilliger te worden. Dus, ik zeg, ik ben hier niet op afhouden. Maar we kunnen wel leuk, over praten. Ja. We lopen even mee naar buiten. Ik moet even af. Ja, dat moet u wel doen, want anders zonder het helpen. Bedankt, buschauffeur. Ja. Wilt u nog iets kwijt aan ons, aan Arnhemmers? Wilt u nog iets zeggen? Kijkt u veel tv? Ja. Oké. Okay. Ja. Heeft u ook RTV Arnhem op u? Zit u bij Ziggo? KPN zit ja. Nou ja, maar het is terug te vinden op YouTube. Maar dat kunt u ook aan de kinderen vragen. Ik zal het zo meteen over. Nou, aan dat soort spullen, daar waag ik me helemaal niet aan. Nee, maar ik kan best zijn dat u nu een beroemde velpenaar bent, zo over een paar weken. Als u op tv bent geweest. En zegt, wat een leuke manier. Ik bedank u ontzettend voor het gesprek. Ja. En ik hoop dat de kinderen het wel gaan terugzien ook. Dat weet ik niet. Maar zij moeten het dan laten zien aan u, als u niet op YouTube kan vinden. Ja, ja. Hartstikke bedankt. Goed. Ik wens u nog een mooi leven nog. Ja. Lang. En gezond nog. Oh, dat lukt wel. Bedankt. Het gaat je goed. Everybody got the reason. Everybody got the way. We can tell each other secrets. And remember how to love.